Mountainbiken en veldrijden is al jarenlang populair, ook in onze regio. En we hebben ook veel talent op dat gebied. En een tak van sport van het mountainbiken die enorm in opkomst is, is de downhill. Letterlijk de berg af. Op dit moment werd het wereldkampioenschap downhill gehaaien in Oostenrijk. In de plaats Leogang is een prachtig parcours gemaakt. De beste downhill mountainbikers ter wereld zijn hier samengekomen en strijden om de titel. André van Rijwelhuis-Piedame weet er meer vanaf. Hij leert door Zeenwater angers is aan zo'n downhill fiets. Ja, André, een nieuwe sport? Ja, Don, het is geweldig. Het downhillen. Het is zoiets moois. Je moet je voorstellen dat dit een sport is die, ja, het woord zegt het, downhillen, alleen maar berg afrijden. Daar zijn speciale fietsen voor ontwikkeld, die een dermate grote veerweg hebben gekregen, waardoor het bergaffietsen eigenlijk heel aangenaam wordt. Maar voor, eigenlijk, ja, het belangrijkste daarin is inderdaad dat het een enorme tactische sport is die hier nu uit voortvloeit. Win in Leogang is just awesome for me. Like in 4 years, win is awesome. And 2 in a row, this is more than awesome. Dus ik ga eigenlijk met het skiliftje naar boven toe en dan als de bliksem naar beneden. Als de bliksem naar beneden. Ja, het is echt geweldig. Daar is het ook inderdaad ook voor bedoeld. Het is daar ook zelfs op ingericht. Je neemt inderdaad je fiets mee, de skilift in. En als je boven bent, dan stap je op je fiets en je zuist naar beneden toe. Wat is er anders aan deze fiets? Nou, het is eigenlijk inderdaad een totaal ander segment. Dat wil zeggen, ze noemen dat de geometrie, dus de bouw van de fiets, hoe die gemaakt is. Je zit hier ook anders op en er zit een enorme veerweg in. Moet je voorstellen, als je dus inderdaad bergaf gaat rijden en je gaat over boomwortelen of over schottenwegen heen, dan neemt de fiets eigenlijk de hele absorptie op. En dat is het eigenlijk wat het speciaal maakt aan een downhill fiets. It's hard for your brain to concentrate when it's not as technical and stuff. But I'm just happy to be in one piece, you know. I never thought I could do it after my qualifying crash, so that was nerve-wracking. Komt eigenlijk vanuit Amerika komt het over. Maar je ziet het nu in Europa ook wel steeds meer komen. Oostenrijk is bijvoorbeeld zo'n land waar het enorm veel gedaan wordt. Maar je gaat nu ook al merken dat het hier in de omgeving gedaan wordt. Nou hebben wij niet van die extreme bergen om daar vanaf te zuizen. Maar er zijn zeker wel opties en mogelijkheden om dit soort tak van sport te gaan beoefenen. Daar ben ik wel van overtuigd, anders de Kouwberg af. Bijvoorbeeld, ja, hartstikke goed idee.